U weet dat we het aan het uitzoeken zijn. Het is ontzettend complex, omdat het gaat over een zaak die speelde in 1972, dus nu 44 jaar geleden. En de vraag was, was er toen compensatie van vermogensbelasting? Nou, ik heb de Kamer al toegezegd, zodra ik dat beeld scherp heb, dan zullen we de Kamer informeren. Maar zover zijn we nog niet. Ik kan u wel melden dat de koning en via hem ook zijn moeder mij hebben verzekerd dat zij nooit hebben gehoord dat deze vermeende compensatie van de betalen vermogensbelasting, dat er sprake van zou zijn. De koning krijgt ook geen jaarlijkse teruggave, zoals hier en daar wel is gesuggereerd, want dan zou ik het natuurlijk allemaal hebben geweten. Krijgt geen jaarlijkse teruggave van betaalde vermogensbelasting. En net als ik willen zij, dus de koning en zijn moeder, graag zo snel mogelijk weten hoe dit precies zit. Maar nog ambtelijk, nog politiek, nog de koning of zijn moeder weten hoe het zit. Dus we zijn het aan het uitzoeken. Maar misschien is dat wel relevant, want je zag hier en daar wel een soort beeld van, ja, hoe kan Rutte dat nou niet weten als dat jaarlijks wordt gecompenseerd? Ja, dat gebeurt dus niet. Er is sprake al sinds begin jaren 70 van een uitkering voor de koning. Die is toen vastgesteld op een bedrag X. Ik heb dat niet precies paraat. Ik dacht ongeveer 500.000 gulden. En dat is sinds die tijd steeds geïndexeerd. Nou, we moeten nu uitzoeken wat er precies gebeurd is blijkbaar, wel of niet, ten aanzien van het element van het schrappen van die vrijstelling op de vermogensbelasting. Wanneer sprak u de koning? Eergisteren. En zij hebben zelf ook onderzoek gedaan of zij er gewoon Hij zei, joh, ik weet nergens van. En zijn moeder ook niet. Ja. Joh, sorry, nee, ho, ho. Excellentie, ik weet nergens van. Majesteit, goed dat u. Ik kijk nog even op wat de vragen zijn.